Hallo, ik ben Herman Roeling, 45 jaar. Ik woon in Almelo. Ik ben een sportieve, enthousiaste en hele vrolijke echtgenoot en vader. Expeditie Robinson is een programma dat sinds 2000 op de buis is. En dan zie je mensen op een onbewoond eiland helemaal voor zichzelf zorgen, volledig zelfredzaam zijn. In het begin heb ik de indruk was dat nog een stuk zwaarder dan tegenwoordig. Er is iets meer op het eiland te vinden aan eten dan dat het in de eerste afleveringen was. Maar dat spreekt me heel erg aan. Ik zou heel graag gewoon een keer heel terug naar de basis, back to basic gaan. Nou ja, je ziet het, we zitten hier op een hele moderne operatiekamer met een hele dure operatierobot. Ja, dan is het heel lekker om toch ook weer je te realiseren hoe basis een leven kan zijn. Hè? Het komt erop neer dat je gewoon eet, slaapt en onderdak hebt. En dat teruggaan naar die basis, dat doe je thuis eigenlijk nooit. Dus dat maakt Eiland Robinson heel bijzonder. Op deze polykamer, daar doe ik spreekuren. En in de gesprekken met mijn patiënten, daar zijn sociale vaardigheden uiteraard een absolute vereiste. Op het eiland, daar hoop ik met mijn sociale vaardigheden niet alleen mijn eigen expeditie wat makkelijker te maken, maar ook die van de mensen omheen. Wat moeten de kijkers doen om jou een stem te geven? Inloggen op de pagina van expeditierobinson.rtl.nl. Dat doe je door je e-mailadres achter te laten, op te sturen. En dan krijg je in je mailbox een link die je moet bevestigen. En als je een Facebook-account hebt, is het nog makkelijker, want dan is het een kwestie van op de knop drukken. En je stemt op degene op wie je stemmen wil. Op het moment dat je bij de mensen met de meeste stemmen hoort, bij de eerste 50, dan mag je sowieso naar het selectieweekend. En als je daar niet bij zit, heb je nog steeds kans om naar het selectieweekend te gaan. Want er worden nog 50 mensen extra uitgekozen door de redactie van het programma. Dus 100 mensen gaan aan een selectieweekend beginnen en uiteindelijk blijven er daar nog 4 van over. Dus 1 op de 25 mag uiteindelijk meedoen aan het programma. En ja, nou, daar moet je dan erg je best voor doen natuurlijk. Ben je nog in training of zo? Ja, waar moet je voor trainen? Kijk, weet je, ik ben zelf wel in staat om met heel weinig dingen tevreden te zijn. Ik ben een verzamelaar, een jager, we hebben thuis allerlei dieren. Conditie betreft is er eigenlijk nooit een probleem. Op doorzettingsvermogen heb ik al eens een marathon gelopen, dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Stem, je mag met al je e-mailadressen die je hebt, via Facebook en ik hoop tot vanaf het eiland. Ik zit in het productieteam van het Verzet Kraait, dus als het gaat om de exposities, de theatervoorstelling en de film. Ik doe eigenlijk alles wat ervoor kan zorgen dat de productie door kan gaan, samen met een heleboel andere mensen. Nou ja, we hebben maar liefst 150 mensen die op de oproep zijn afgekomen. Dat is natuurlijk fantastisch. 100 vrouwen, 50 mannen uit de regio en Amsterdam en zeg maar waar ze vandaan komen. En dat is een geweldig resultaat. En als je ziet wat er nu ook gebeurt, heel veel enthousiasme. Al die mensen willen heel graag meedoen met dit geweldige stuk. Het Verzet Kraakt is eigenlijk iets in 3 delen. We hebben het over exposities, de theaterproductie en de film. Dit gaat om de theaterproductie. De musical die in september, augustus, september in Almelo te zien zal zijn. 1500 mensen per keer, 20 voorstellingen. Dus we hebben het over 25.000, 30.000 mensen die hier naartoe zullen komen. Dus ja, dat is een groot spektakel wat hier plaats gaat vinden. We doen het eigenlijk in het hart van Almelo, vlakbij het spoor. De mensen beginnen ook bij een rangeerterrein naast het spoor. Vervolgens gaan ze met een brug naar de overkant, naar een oud industrieterrein. En dat heet het Indiëterrein. Daar gaan ze samen met z'n allen eten en drinken. Dat zit ook bij de voorstelling in. En vervolgens heb je de voorstelling buiten, je zit overdekt, maar je voorstelling is verder buiten. Ja, iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Kijk, de productie is al langer bezig. Het komt nu echt heel dichtbij, hè. Door deze audities zie je ook dat het stuk ontzettend leeft in heel Twente en zelfs in Nederland. En dat is gewoon geweldig om mee te maken.
Vriendjestraining, wat houdt dat in? Nou, het is vooral een leuke middag om voor de kinderen om lekker bij elkaar te zijn, lekker te bewegen, lekker te sporten. En we hebben onze jeugdleden uitgenodigd om zoveel mogelijk vriendjes mee te nemen. En leuk, ja, leuk samen te zijn. Dat betekent dus dat er heel wat kinderen hier vanmiddag in de sporthal zijn die wellicht voor het eerst kennis maken met de korfbalsport. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè. We willen graag kinderen de kennis laten maken. Maar ook vooral ze plezier samen laten hebben. En dat is waarom we dit doen. Hoe groot is de jeugdafdeling van Achilles? We hebben ongeveer 80 jeugdleden. 80 tot 90. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar eigenlijk in elke leeftijdscategorie hebben we al teams. Dus iets van 90 kinderen. En je hoopt na deze middag op meer? Tuurlijk, het mag altijd meer. Hè. Ja, dit soort dingen doe je ook. Hè, om bekend te zijn en om leden te werven. Dus zeker als het lukt, dan zou dat mooi zijn. Je begint eigenlijk met de allerjongste jeugd. Dat is van 3 tot 6, dat zijn de kangeroes. Dat is echt om kennis te maken en om spelenderwijs met sport bezig te zijn. En dan vanaf een jaar of 6 heb je de welpen. En dan heb je de pupillen, zeg maar de E- en de D-pupillen. En dan beginnen het eigenlijk de aspiranten, junioren. Dat zijn de verschillende categorieën. Ik neem aan als je het over de kangeroes hebt, dat zijn dus de jongste kinderen, dat die nog niet met een bal door een korf gooien. Nou, jawel, dat kan wel. Alleen dan niet op zo'n hoge korf. Hè. Dus daar hebben we materialen voor. Dan is het of de korf heel groot of veel lager. Dus die moeten dat ook ervaren. Het plezier van het scoren natuurlijk. Doorstroming van de jeugd naar de senioren. En dan bedoel ik doorstroming naar het eerste team. Ja, daar doe je natuurlijk voor. Je wil graag goede jeugdopleiding hebben, dat je daar in de selectie uiteindelijk op voort kunt borduren. En dan hoop je de jeugdopleiding zo goed mogelijk te hebben en zo groot en breed mogelijk. Goed, vanmiddag draait alles om de jeugd. Tevreden met wat je hier om je heen ziet? Ja, hartstikke leuk. Als je het zo om je heen hoort en je weet ook de kinderen, je hoort ze gezellig lachen, gillen, spelen. Hartstikke leuk, ja. Goed, wie ben jij? Ik ben Eliane. En jij bent wel lid van de korfbalclub? Ja. Wat vind jij van korfbal? Leuk, want je mag veel rennen. Je mag naar andere soorten plaatsen toe met wedstrijden. En het is gewoon leuk om soms de bal af te pakken en in de korf te schieten. En speel jij ook al wedstrijden? Al minstens een jaar. En hoe bevalt dat? Goed. Is het niet moeilijk om zo'n bal zo'n een hoge korf te krijgen? Of is die korf niet zo hoog? Nee, niet zo hoog. Nee. Hoe hoog is die korf, weet je dat? Nou, ik denk hooguit 2,5 meter of zo. Of 2 meter. En hoe lang ben jij? 1,49 of zo. Oh, dan zit je al aardig op die hoogte van die korf. Ja, een beetje. Nou, dat duurt nog wel even, denk ik. Dat jij gewoon meteen actie nam. En ik denk dat dat het verschil maakt. En vandaar dat we je graag het teken van moed uit willen reiken. Dat is een certificaat. Colin, ja, gefeliciteerd. Alsjeblieft. En we hebben daar ook nog een cadeautje bij. Ja, dit is iets wat je zeker bij die welkom op ons. Ik zeg alleen maar het woord popcorn. Oké. Okay. En dan weet jij misschien wat het is. En als je kampvuur hebt met dit ding, kan je fantastisch voor de kids popcorn maken. Het is een heel leuk ding. Ja, hartstikke bedankt. Wees een voorbeeld voor de kinderen en voor de mensen om je heen. Dan ben je hiermee in ieder geval. En nogmaals, hartstikke bedankt. Nou, als voorzitter van Scouting Nederland vond ik het heel mooi om voor Colin het teken van moed uit te reiken. Niet alleen wat hij gewoon gedaan heeft, maar ook in de omstandigheden waarin hij heeft geholpen en iemand zijn leven heeft gered. Dat is toch wel heel bijzonder. Dit gebeurt ook niet zo vaak, zo één keer in de twee jaar hebben we dat. Maar Colin heeft in deze echt wel andere zijde, wij weten niet wat we moeten doen, heeft hij ingegrepen. Hij heeft iemand geholpen, hij heeft hulpdiensten geholpen, hij heeft waarschuwingen gegeven. En ik denk het hele verhaal dat hij dat heel goed heeft gedaan, heel professioneel. Hij stond er, hij deed het en dat heeft de waardering.
Nou, ik heb op 3 december heb ik geholpen bij een eenzijdig ongeluk op de afslag van Holten. Daar lag een vrouw op de kant, buiten bewustzijn. We hebben samen met de politieagent, hebben we haar in een stabiele zijligging gelegd. En zo haar eigenlijk nog aan het leven geholpen, zeg maar. Dat werd gezien als een heldendaad, zeg maar. En daarvoor heb ik teken van moed gekregen vandaag. En jij bent lid van de scoutinggroep Ilanos. Ben je daar al lang lid van? Inmiddels ruim 10 jaar. Misschien wel 10 jaar plus. Ik weet de exacte datums niet, maar zeker een tijdje lid. En ik vind het nog steeds hartstikke gaaf, dus ik blijf het ook zeker doen. Veel kinderen laten zien hoe het is om trompet te spelen. Het loopt flink aan. Het is nu eventjes net even rustig, dus ik heb even tijd voor een praatje. Maar de rest van de ochtend heb ik hier steeds kinderen laten blazen. Zo klinkt het op het eind. Eerst doen we twee keer zo. En het laatste weer één keer. Ja. Die 2,5 miljoen, dat is voor als je het in twee fases zult doen. Maar dat is dan toch een voorziening die je dan al getroffen hebt in jouw huidige exploitatie? Doet. Als je het allebei doet. Dus je doet eerst het smalle kanaal zoals we het nu zouden doen. En je legt later de brede aan. Ja, dan heb je die 2,5 miljoen extra. Maar op het moment dat je het alleen doet, heb je altijd die 10 miljoen. Wij van mening zijn dat als je de sloot aanlegt om het havenblok heen, dat een pennywise pound foolish oplossing is, omdat je uiteindelijk vanuit de stedenbouwkundige visie hem toch over 10 jaar weer gaat verleggen en een stuk gaat afbreken. Het is ook niet voor niets, meneer voorzitter, dat we gevraagd hebben om een stuk van die commerciële ruimte eraf te slaan, zodat je ook in het voorverhuur makkelijker tot herontwikkeling komt. Verhaal van terwijl de hele raad zei, kom niet met het voorstel van 2011. U poetst hem een beetje op, u pakt hem een beetje aan. En waar komt u mee? Met 10 miljoen. Ho! Dat had ik nooit verwacht.
Dit is niet een manier waarmee je met de opmerkingen van de raad gaat. Dus, voor alle duidelijkheid, overleg met de provincie, dan moet je de spiegel voorhouden en zeggen, u heeft dit destijds goedgekeurd, nu willen we het anders pakken, waarom helpt u niet mee? 2 jaar uitstel, stel dat we de geld helemaal niet krijgen of willen. 2 jaar uitstel, wat kost de provincie dat? Niks. Voorzitter, een ambitie die wij willen hebben, en dat heeft de Sint-Jozef en Beter Wonen ook belang bij de binnenstad, die gaat floreren, die beter wordt, waar de zichtlijnen terugkomen en de kwaliteit van de stad alleen maar omhoog haalt, hebben ze ook baat bij. Dat geeft ook woongenot, ook voor een huur dus. Dus het kortzichtige qua reagerende brief zie ik als onderhandelingspositie. En dat de regel reageert toch een beetje twijfelachtig van, er zit een verschil tussen een bestekbegroting en een raming. De vraag is dus van, wordt het dan veel minder als je het heel netjes begroot? Die vraag wil ik dan graag beantwoord hebben. En de andere vraag is met name waar meneer Simon ook mee begon. Van, ik zie dat wel zitten, want het gaat uiteindelijk, wat meneer Buitenweg ook zegt, om die zichtlijn over dat water. Dat is het ruimtelijke effect wat je vanaf het plein wilt bereiken. Dus ook al zou je alleen maar die flat van onderen doorzichtbaar maken, dan heb je voor mij al heel veel winst. En dat kan voor mij niet zo'n enorm vermogen kosten. Het staat nu ook al op heipaal. En voor mij moet dat technisch vrij makkelijk te realiseren zijn om in ieder geval die zichtlijn open te gooien. Dus wat mijn mogelijkheid lijkt, is om de optie te verkennen om hem te stutten en te laten staan en te kijken wat dat de financiële winst zou kunnen zijn. Dus die neem ik ook graag mee. Dank u. Ik heb samen met 8 Almeloze kunstenaars hebben we samen dit georganiseerd. Wij zijn van de hoofdzaak en frame office. En samen hebben we drie verdiepingen gebruikt om kunst te vertonen van Almeloze kunstenaars, had ik al gezegd. En die is op de 4e, 5e en 6e verdieping op dit moment. Het staat allemaal een beetje door elkaar heen. We hebben beeldende kunst, fotografie, schilderkunst, 3D, van alles hebben we door elkaar. En dan hebben we een beetje door elkaar heen vermengeld. Dus het is allemaal loopt een beetje door elkaar. Dus tot eind maart is het te bekijken. Aan het eind van de rit gaan we een benefietavond organiseren. Dat zal volgens mij de 26e zijn, als ik het goed heb. En daar wordt aan het eind van de avond, ik moet even invullen nog met muziek en eten. En aan het eind van de avond wordt de kunstenaars stellen wat beschikbaar. Zijn het restaurant die wat beschikbaar stellen om voor een goed doel. Er zal eten, drinken, de kunstenaar zal er zelf aanwezig zijn om uit te leggen voor hoe en wat. Daarna zou er een veiling zijn voor de kunst. Daar gaat Rob Koenders, is dan de veilingmeester. En er wordt kunst wordt verkocht voor het Jeugdcultuurfonds. En al het geld dat we inzamelen, ook het eten, drinken, alles gaat naar het goede doel. Namens de stichting. Kreeg ze de Boy Edgar prijs voor unieke prestaties als solist, componist en bandleider in binnen- en buitenland. Ik heb het over Tineke Postma en die is vandaag hier. Tineke, mag ik je verzoeken?
Heeft u al eerder met Johan gespeeld? Ja, we hebben een cd opgenomen en ik heb hier ook al eens eerder in de bibliotheek gespeeld. En hoe is dat, om met Johan te spelen? Ja, heel leuk, want hij draagt heel veel traditie met zich mee. Dus dat hoor je. En dat is, er zit een hele goede sfeer in bij hem. Hij heeft ook een speciaal een liedje voor jou geschreven over Friesland. Ja, precies. Dus dat is altijd een eer. Leuk. Een mooi stuk. Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Met noodhulp helpen we miljoenen mensen overleven. Red levens. Geef voor eten. Geef op Giro 555.